Vijf maanden geleden zaten we met de trainer Mitchell van der Graag aan het begin van het seizoen om te kijken wat de voorspelling zou zijn een half jaar later. En we hebben het over heel veel dingen gehad. Weet je nog iets of niet? Alleen het kabinet. Het kabinet, ja, dat zit er ook in inderdaad, ja. En, dat is de enige vraag die ik nog weet. En je had het over het feit dat Excelsior klaar was voor de start van het seizoen, maar niet voor het seizoen zelf. Wij hebben dezelfde competitie voorbereiding als vorig seizoen. Dus dat is passen en meten. Spelers die fit zijn, die vanaf het begin van het seizoen gewoon erbij zijn. En dan de jongens die later instromen. Dat is eigenlijk het vergelijk wat we kunnen maken met vorig seizoen. Aan de andere kant hadden we vorig seizoen wat meer problemen in de aanvalslinie. Daar zochten we echt spelers en die kwamen later binnen. En dit jaar is het meer achterin dat we daar spelers zoeken. Dus dat is eigenlijk het grote verschil met vorig seizoen. Dat was een van de eerste uitspraken die je gelijk deed. Ja, zo heb ik dat ook ervaren. Dus ja, dan... Wanneer wist je dat je echt klaar was voor het seizoen? Nou, als je me heel eerlijk vraagt, dan denk ik dat we voorin nog spelers tekort kwamen. Spelers. Dus dan denk ik dat we dat niet goed genoeg hebben ingevuld. Het eerste seizoen zelfs. Voor de rest wel. En dan op een gegeven moment is het ook gewoon gaan werken met de groep die je hebt. Jordi kwam natuurlijk nog een keer binnen. Dus dat was in ieder geval een boost voor het elftal. Galit die kwam uiteindelijk toch weer definitief binnen. Dus ja, dat waren wel dingen waardoor je zegt van nou, we worden als team daar sterker op, als ploeg sterker op. Alleen voorin vind ik dat daar wat bij moest. Wat is daar zo moeilijk aan? Want die positie, zeg maar, iedereen zoekt daar, lijkt het wel, de juiste spelers. Nou, het is duidelijk, iedere club zoekt een spits die scoort. We waren niet dusdanig op zoek naar een spits. We wilden graag een buitenspeler erbij hebben die op verschillende posities kan spelen. Dat was eigenlijk de insteek. En die speler konden we niet vinden. Om wat voor reden dan ook was die niet beschikbaar. Er waren wel spelers beschikbaar, maar dan wordt het halen om het halen. En ik vind dat je dat ook niet moet doen. Is dat voor een trainer frustrerend? Als je denkt, ik wil nog zoveel dingen, ik zie dingen voor me. Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, je praat er dagelijks over. Ik praat er dagelijks over met Ferry. En dan ga je zoeken. Maar het moet wel haalbaar zijn financieel. Spelers moeten ook graag willen. Het is niet zo dat als ze komen, dat ze eigenlijk niet naar Excelsior willen. Nou, dan moet je er niet aan beginnen. En op een gegeven moment ben je klaar met zeuren. Ik bedoel, we kunnen dat heel moeilijk maken. Maar je moet vooruit en dat doen we. En zo sta ik er als trainer ook in. Omdat je, ik weet, soms kom je bij clubs waar je geen inbreng hebt wat spelers betreft. Ja, dan moet je toch wel met die spelersgroep aan de slag. Hè. Dan kun je wel verschuilen achter een heleboel dingen, maar zo werkt het niet. Dus dan ga je door. En dan ga je de potentie van de spelers, de kwaliteiten van de spelers zo goed mogelijk benutten. Weet je nog wat je zei over de winterstop? Wie er koploper onder andere zou zijn? Nee. Zullen we eens kijken wat je voorspeld hebt toen? Wie is er koploper in de Eredivisie in de winterstop? Ajax. Dus zie je ook Ajax als kampioenskandidaat? Nummer 1? Ja. Wat gaat Feyenoord eigenlijk doen dit jaar dan? Ik vind dat Feyenoord goed heeft ingekocht. Hè? Op papier. Hè? Dat is altijd zo mooi. Hè? Dus op papier ziet het er goed uit. Ik ben heel benieuwd hoe Feyenoord het dit jaar gaat doen, omdat de Champions League erbij komt. En dat heeft natuurlijk weer een hele andere impact. Je moet veel meer wedstrijden op niveau spelen. En dat heeft normaal gesproken altijd zijn terugslag gedurende het seizoen. Op die spelers zelf ook. En er wordt anders naar Feyenoord aangekeken. Feyenoord is de kampioen. Van de kampioen wil iedereen winnen. En ik denk dat dat ook een grote factor gaat spelen gedurende het seizoen. Nou, daar had je wel gelijk in, hè? Feyenoord. Ja, ja, het andere niet. Hè? Nee, Ajax koploper nog niet. Nee, maar ik heb ook gezegd dat ze wel kampioen worden. Dat heb je, dus, je hebt wel, je kan van de drie dus dingen op een rij, kan je nog eentje halen. Ik kan nog mijn best doen. Nou, Feyenoord is helaas voor Feyenoord op die manier gelopen. Maar je ziet wel, maar daar hoef je geen geleerde voor te zijn, dat zo'n Champions League impact heeft. Het jaar daarvoor heb je wel Europa League gespeeld, je bent kampioen geworden. En dan kun je zeggen, alles zat mee of iedereen haalde zijn niveau. En dat moet je dan vol blijven houden, vast blijven houden.
ja, blessures komen gaan meespelen. Ja, en dat is gebeurd. En dan zie je de tendens dat je het in het begin heel erg moeilijk hebt als je Champions League begint. En dat, naarmate dat gaat vorderen, dan zie je dat zo'n elftal gaat groeien. Die leert daarvan. Maar het heeft altijd dus een weerslag in de competitie. Dat is logisch en dat is eigenlijk gebeurd. En dan ben je trainer en hier voorspel je Ajax nummer 1 bij de winterstop. Ik denk dat Keizer er dan niet uit was gegaan als dat was gebeurd. De kans was klein geweest, denk ik. Nou, het wijst eens te meer hoe opportunistisch het voetballen kan zijn. En wij zeggen wel eens onderling in de staf van als die laatste bal niet aangeraakt was, was Keizer dan eruit gegaan. Waarschijnlijk niet, maar als je zo een beetje terugkijkt, dan waren er zoveel stromingen en zoveel problemen tussen aanhalingstekens, dat ja, een kwestie van tijd was. Is dat voor een trainer het moeilijkste wat er is, dat je je club moet uitzoeken en dat je moet bedenken van wat voor stromingen zitten daarin? Nou, hoe hoger je komt, hoe meer stromingen er zijn. En dat weet je, maar dat daar kun je wel heel erg geforceerd tegenaan gaan beuken, als het ware. Maar dat heeft toch geen zin. Je moet met je spelers werken, je moet met de mensen, je technisch directeur, algemeen directeur, daar moet je de zaken mee doen. En dat kun je controleren en de rest, ja, daar heb je eigenlijk geen controle op. En dan is het resultaat het belangrijkste wat er is. Dus in Portugal heb ik dat wel geleerd. Daar kun je niet alles onder controle houden. Daar spelen zoveel mensen een rol. Ja, en dat, op een gegeven moment verlies je die toch. En dat hebben wij in Nederland bijna niet, hè, bij clubs. Dat het zo extreem is als in Portugal. Nee, nou moet ik wel zeggen, ik zit bij Excelsior. En als je een beginnend trainer zou zijn en je begint bij Excelsior. Dat is eigenlijk niet de maatstaf. En dat bedoel ik op een positieve manier, omdat... Ja, bij Excelsior wordt er veel gevraagd. We werken hard om tot resultaten te komen. Alleen, het is relatief heel rustig werken voor een trainer bij Excelsior. Het is, zo heb ik die anderhalf jaar ervaren. Er zijn af en toe kritieke punten. Je hebt af en toe kritiek op elkaar. Maar ja, je kan relatief rustig werken. Alles blijft intern. Ja, er zal wel eens een keer wat naar buiten toe komen. Maar alles blijft intern. En dat is natuurlijk voor een trainer heel prettig om te werken. En als je dan denkt van nou, dat zo is het bij alle andere clubs. Ja, dan loop je wel eens ergens tegenaan. Ja. Ik ga nog eventjes eentje erbij. Je zei het net al. We vroegen ook onder andere naar de regering. Jij met je Portugese achtergrond had daar een aardig antwoord op. Dat is een hele mooie vraag. Want... Ik kijk er niet zo heel erg veel naar, maar ik kom natuurlijk met mijn Portugese achtergrond heb ik natuurlijk ben ik gewend dat er geen regering is in Portugal. En ik vind het vrij lang duren. Dus we hebben het altijd over Nederland dat alles mooi geregeld is en dat alles altijd perfect verloopt. Ik ga er wel vanuit dat er dan een regering is, ja. Nou, dat is wel gelukt, hè, die regering. Ja, dat zat er wel aan te komen. Uiteindelijk wel. Het heeft even geduurd, maar... Maar ben je daarmee bezig überhaupt of niet? Nee, ik volg het. Het nieuws in grote lijnen, maar niet extreem. Nee, want je hebt het te druk met andere dingen? Of hoe zit nou, het? Ik heb het niet te druk, ja, niet te druk met andere dingen. Ik merk gewoon dat het voetbal zoveel tijd opslokt. En dat is ook niet altijd goed. Maar ik ben eigenlijk heel veel bezig met voetbal. Ik ben alleen in Rotterdam. Zou dat anders zijn op het moment dat je hele gezin in Rotterdam hebt zitten? Dat je iets meer... Merk je dat als je vrouw en kinderen over zijn? Ja, dan doe je wel weer andere dingen. In sommige tijden, kijk, als je in moeilijke situaties zit, in moeilijke fases, dan heb ik de neiging om nog harder te gaan werken. En ja, dan mis je af en toe wel eens het overzicht. En dan is het wel eens lekker dat iemand zegt van kom even wat anders doen in plaats van alleen maar voetbal. Stap er even tussenuit en ga daarna weer verder met de zaken die belangrijk zijn. En nu heb ik heel erg de neiging, en dat vind ik ook heel prettig, om ja, gewoon veel wedstrijden te kijken. Je moet trainen, je bent in gesprek, nieuwe oefeningen verzinnen. Ja, dus als ik puur naar mijn werk kijk en egoïstisch kijk, is dit natuurlijk wel een ideale situatie. Ja. Alleen als het minder gaat, ja, dan heb ik echt de neiging om heel veel te gaan doen. Ja, en dat is meestal niet de oplossing, hoe gek dat ook klinkt. Dus in zo'n serie van 5 nederlagen op rij wil jij eigenlijk harder werken en meer gaan doen? Nou ja, die neiging heb ik dan. En dan, nu weet ik dat. Ik heb mijn eigen valkuilen ook wel een beetje na 46 jaar. En dan stap ik er wel eens bewust tussenuit. En dan om even heel wat anders te gaan doen. En dat is moeilijk, maar ik heb het wel geleerd. En, het is niet goed of slecht, maar dat is, ja, zo zit ik in elkaar. En,
En dat, daarom zeg ik van, nou, volg het. Ja, ik volg het nieuws, ik kijk de grote lijn, ik lees de krant. Maar echt het fijne waarom een kabinet in eerste instantie mislukt is en dan de tweede keer nog een keer, ja, dat weet ik niet. Volg je de Amerikaanse politiek? Ik volg het maar hetzelfde, het nieuws. Hey, we hebben je namelijk ook gevraagd over Trump, hè? In datzelfde gesprek. Maar ook benieuwd of jij dacht dat Trump nog president zou zijn van Amerika? Ja. Gaat hij ook een inreisverbod hebben dat rechtsgeldig is of niet tegen die tijd? Nee. Dat gaat nog steeds niet veranderen? Dat denk ik niet, nee. Maar dat is toch wel gelukt enigszins. Hij heeft nog wel iets van een inreisverbod, dus heeft hij er enigszins doorheen gekregen. 50-50, hè? Ja, dat is 50-50 deze, hè? Ja. Nee, maar ik volg het wel. Ja. Ik volg het wel. Zo'n man ontkom je er ook bijna niet aan om dat te volgen. Nee, doet. Maar het is niet zo dat ik me helemaal afsluit voor dat ik in de grot leef en dat ik helemaal niks volg. De drinkwaterweg grot, dat ik van daaruit niks doe. Ik volg alles en ik kijk alles. Alleen nogmaals, de details, ja, dat weet ik niet altijd. En ja, hier ontkom je ook niet aan. Hè. Trump is overal. Dat is. Als je kijkt hoe die zijn presidentschap invult. Ja, dan ontkom je er niet aan om te zeggen van nou, hij is nadrukkelijk aanwezig. Of het op de goede manier is vraag 2. Maar hij geeft er wel een aardig gezicht aan. En vooral op Twitter. We hadden Van Gaal natuurlijk bij ons zitten bij Excelsior bij de Spieren voor Spierenwedstrijd. En die zei, ik heb er een tijd over nagedacht om een Twitter-account op te zetten. Om alle onwaarheden over mij, het fake news over mij noemde hij dat, om dat te gaan weerleggen. Dus alles wat over mij gezegd en geschreven wordt. Uiteindelijk had hij besloten het toch niet te doen. Is dat iets waar jij mee bezig bent, wat er op social media over je wordt gezegd? Of zou je daar... Nou, ik heb niet het idee dat er heel veel over mij gezegd wordt. En als er dingen over mij gezegd worden, dan ja. Jij gaat het niet Het zal wel. Nee, ik zeg net al, we hadden net een beetje over karakter. Het moet ook in je karakter liggen. Kijk, ik weet dat heel veel trainers en mensen zeggen, ja, ik lees niet alles. Nou, ik lees niet alles, ik kijk niet alles, dat doe ik bewust. Ja, sommige dingen, daar ontkom je niet aan. Het is meestal die omgeving die je ergens op attendeert. Maar ik vind het knap als Trump dat allemaal zelf bijhoudt en je Twitter-account. En ik ben daar het type niet voor. En, dus ik ga daar ook niet aan beginnen. We gaan nog naar 2 fragmenten kijken. Hoe vaak ga jij komend seizoen in de interviews, of komende half jaar in de interviews, Woudestein zeggen in plaats van Van Dongen en de Roosstadion? Per ongeluk dat je verspreekt? Nee, geen één keer. Want ik zeg altijd stadion als ik het niet zeker weet. Zeker toen in het begin van de naamsverandering. Toen heb ik me daar op de vlakte gehouden. Ik denk niet dat ik daar in de fout mee ga. Niet mee in de fout gegaan? Nou, zo vraag zal ik er wel mee in de fout zijn. Nee, ik heb geen momenten erbij. Volgens mij zeg je nog steeds dat ik heel veilig stadion. En ja, hier en daar roep je nog wel eens een keer Woudestein. Ik ben behouden, maar ik denk dat ik 1 of 2 keer dat zal gedaan hebben. Ja. Valt wel mee, toch? Mag toch? Mag, ja, tuurlijk. Ik denk, alleen bij Van Dongen en de Roos zullen ze zeggen, maar goed joh, maakt het uit. Nee, maar dat is juist het mooie. Ook al heb je het er niet over, de link wordt toch al gelegd. Want het is, dan denkt men van, ja, het is toch anders. En wat zou die andere naam dan zijn? Dus ik denk dat dat voor hun niet zo heel veel uitmaakt. Nee, maar goed, het is. Ja. Laatste ging over de overwinningen. Hoe vaak je zou gaan juichen. Zullen we die nog even erbij pakken? Hoe vaak ga je juichen voor een overwinning de eerste half jaar? Vaak. Aantal? Doe ik niet aan. Heel goed. 6 keer heb je mogen juichen. Dat is best veel. Is dat, ja, ik weet niet of dat veel was of dat in... is goed toch? Eerste seizoen zelf. Ja. Ik denk dat goed is. Liever winnen dan gelijk spelen denk ik dan altijd, want dat levert toch echt minder punten op. Absoluut. Soms is het ook wel fijn dat je niet verliest. Dat klinkt misschien heel gek, maar in ieder geval dat je dan in ieder geval het vertrouwen houdt. Hè. Zoals Twente, 0-0. Ja, maar ik vind die situatie tegen Twente vind ik een ander iets. Omdat ik vond echt aan het einde van de eerste competitie zelf was het echt overleven geworden voor ons. We hadden natuurlijk 5 nederlagen op rij. Nou, dan kun je wel zeggen Utrecht uit, Ajax uit, PSV uit, thuis in die reeks. Maar goed, dat wil niet zeggen, dat hebben we vorig jaar ook bewezen. En dan ik zie je dat er een aantal spelers met kleine blessures lopen. Je moet aanpassingen maken en die moet iedereen maken. Hè. Dus je moet aanpassingen maken vanwege blessures en schorsingen. Maar op het einde werd het net even te veel. Spelers, kijk, als je een speler eruit haalt en je zet een speler B erin op dezelfde positie, ja, zo werkt het. Ja. En dan zeg ik, ja, dan heb je je kans en laat me zien.
Maar we hebben toen ook spelers, die gingen eruit en dan moesten andere spelers op andere posities gaan lopen. En, dan moet je eigenlijk twee positiewisselingen. Ja, nou, en dat zijn dingen die, waardoor je, als je al een beetje op je laatste benen loopt, ja, dan wordt alles net even anders. En het was slecht tegen Twente qua wedstrijd, qua niveau. Tegen Groningen was het ook niet goed. Alleen je zit wel in die fase waar je wedstrijden moet winnen en waar je punten moet pakken. En dan ben ik blij op de manier hoe we dat gedaan hebben. Dan hebben we 4 punten gehaald, we hebben 2 keer de 0 gehouden. Dan kun je zeggen dat zijn 2 thuiswedstrijden. Maar goed, dat ging in het begin van het seizoen ook niet zo makkelijk om daar punten te halen. Maar het was overleven. En daar zeg ik van, nou, dan zijn we denk ik wel zijn waar we willen zijn. En dan zeg je van, hey, we hebben niet verloren, we hebben 21 punten, we sluiten af. Positief gevoel. Ze zijn er nog lang niet, dat is duidelijk. Maar als je zegt van voor de aanvang van het seizoen 21 punten, dan had ik daarvoor getekend. Je wil altijd meer en we zijn nooit tevreden. We kennen alle clichés wel, maar ja, dat zijn denk ik, nou, dat is in ieder geval na vorig jaar hoe we geëindigd zijn, hou je iets vast. En kun je het vol blijven houden, niet altijd even goed. Maar je kunt het vol blijven houden. Wat ik daarmee wil zeggen is dat, ik heb ook gezegd, maar dat kan nu niet terug, de perceptie rondom Excelsior is anders geworden. Men kijkt anders naar Excelsior. En het is niet meer van, onderschatten we wel even, dat doen we wel even. En dat merk je aan alles. En daar moet je mee omgaan. En ik vind dat we daar als groep, als club, de eerste seizoen zelf goed mee om zijn gegaan. Nog een paar voorspellingen op het einde dan eventjes. Is dat goed? Ja, we gaan kampioen? Doen. Ajax. Ja, GPSV toch? Ik heb... Je blijft erbij. Ajax. Ja. Waar eindigt Excelsior in de competitie? Directe handhaving. Dat is makkelijk. Positie. Welke plekken? Nee, dat is een half jaar later. Directe handhaving. Directe handhaving. Wie wordt de topscorer van je team? Mike van Duinen. En wie wordt de bondscoach? Ronald Koeman. Thanks.